Hallo, dit is Rolf hier van Happy with Yoga en welkom bij deze video. In deze video wil ik het met je hebben over de middenrif ademhaling of de diafragma ademhaling. En ik zal je een aantal tips geven om je middenrif te leren gebruiken tijdens het ademen. Goed, voordat ik dat ga doen wil ik je even wijzen op het feit dat je je kan abonneren op dit kanaal. En dan blijf je automatisch op de hoogte van al onze nieuwe video's met yoga oefeningen, yoga tips, meditatie, ademhalingsoefeningen en alles over een bewuste levensstijl, dus doe dat vooral. Goed, middenrif ademhaling. Je middenrif is eigenlijk een grote spier die vlak onder je ribbenkas zit en het is je primaire ademhalingsspier. En wat er gebeurt is dat op het moment dat je inademt, dan beweegt je middenrif eigenlijk als het ware naar beneden, trekt die longzak een beetje open, waardoor ze dus zichzelf kunnen vullen met lucht. En je organen komen ietsje naar voren. En met de uitademing ontspant je middenrif zich weer. En wordt de longzak ietsje kleiner, komt je navel ietsje naar achteren en stroomt de lucht naar buiten. Goed, op het moment dat je last hebt van stress of je hebt een verkeerde lichaamshouding of je hebt heel je leven lang een verkeerd ademhalingspatroon gehad, wat natuurlijk kan, dan kan het zijn dat je middenrif een beetje vast is gaan zetten. Een soort van een beetje verkleven aan andere weefsels, waardoor die niet vrij en soepel kan bewegen. Wanneer dat gebeurt, dan raakt je ademhalingspatroon nog verder verwijderd van een optimaal patroon. En wat er dan gebeurt is dat je vaak sneller gaat ademen, je gaat oppervlakkiger ademen, je gaat gejaagder ademen en dat zorgt er weer voor dat je heel erg gestrest en onrustig gaat voelen, omdat je ademhaling eigenlijk direct verbonden is met hoe je je zowel fysiek, mentaal als emotioneel voelt. En wie wil zich nou de hele dag een soort van gestrest en gejaagd en onrustig voelen? Nou, volgens mij niemand. Dus het is heel erg belangrijk om je ademhalingspatroon in orde te krijgen en om die ademhaling te leren sturen op een manier die gewoon kalm en rustig is, zodat je een goed en kwalitatief ademhalingspatroon hebt, zodat jij je ook gewoon goed kunt voelen gedurende de dag. Dus als je een soort van gestrest, onrustig, gejaagd gevoel hebt en je checkt in bij je ademhaling en je merkt dat die inderdaad heel erg snel en oppervlakkig is, dan is de ademhaling waarschijnlijk daar de oorzaak van. En iets wat je kunt doen om je middenrif te leren gebruiken, is je middenrif een soort van los masseren. Dus dat betekent dat je eigenlijk een soort van in je onder je ribbenkas gaat met je handen, met je vingers. En dan ga je een beetje je middenrif eigenlijk masseren van links naar rechts. En dat is eigenlijk dat kan heel erg oncomfortabel voelen. Dat voelt niet fijn, zeker als je dat nog nooit gedaan hebt. Maar dat is een manier om je middenrif wat losser te krijgen. En zeker als je merkt van, hey, er zit best wel veel spanningen en het voelt een beetje ongemakkelijk. Dat is juist vaak een teken dat het middenrif een beetje vast zit en dat het weinig gebruikt wordt. Een ander iets wat je kunt doen zijn yoga oefeningen. Dus in yoga, daar zit de twist in, er zit de achteroverbuiging in, er zit de vooroverbuiging in, er zit extensiehouding in. Dus er zitten allerlei verschillende soorten houdingen in. En in die houdingen, het is niet alleen maar de bedoeling dat je die houdingen doet, maar in die houdingen probeer je ook nog eens de volledige yoga ademhaling te doen. En die kun je niet doen zonder je middenrif te gebruiken. Dus die combinatie van houding, ademhaling en daar ook nog eens je bewustwording, je mind bij, wat ook helpt. Je hebt natuurlijk bewustwording nodig over de ademhaling om te kunnen veranderen. Dus al die elementen die zorgen ervoor dat je je ademhaling oefent en je middenrif dus ook traint. En dus ook een middenrif ademhaling aan het oefenen bent. Dus yoga sowieso, het creëert meer ruimte in je lichaam. En met name ook dus ruimte voor de ademhaling, waardoor je je middenrif kunt gaan gebruiken en waardoor je een wat beter en kwalitatiever ademhalingspatroon jezelf aan kunt leren. Dus ook yoga is een hele goede manier om die middenrif ademhaling te oefenen. Want je kunt de volledige yoga ademhaling ook niet doen zonder je middenrif te gebruiken. Een andere manier tot slot is door simpelweg is op de grond te komen liggen en je voeten achter je zitvlak te plaatsen en vervolgens je handen op je buik te leggen. En wat je dan wilt proberen is, als je zo ligt,
om simpelweg naar je handen toe te ademen. En je navel zoveel mogelijk eigenlijk van je ruggengraat af te brengen. En hoe verder je handen van je ruggengraat afkomen, dus hoe meer je navel omhoog komt eigenlijk als je ligt, hoe meer je middenrif aan het gebruiken bent. Want je kunt die handen niet heel erg omhoog ademen, om het zo maar even te zeggen, als je je middenrif niet gebruikt. Dus door dat te oefenen ben je ook je middenrif aan het trainen om echt te zakken op het moment dat jij een inademing neemt. Dus door dat een paar minuten te doen is een hele goede manier om ook die middenrif ademhaling of die diafragma ademhaling jezelf aan te leren. En je kunt dat natuurlijk ook meenemen in een yogales als je graag yoga doet. Goed, dus dat zijn een aantal tips om middenrif ademhaling te oefenen en om ook de redenen waarom die middenrif ademhaling zo belangrijk is. Dus ga er lekker mee aan de slag. Laat me weten welke tip je het meest geholpen heeft. En ik zie je graag terug in een volgende video. Doei!